Paul Pasley, conrector van het Vathorst College. Ja, natuurlijk vissen in de grote leerlingenvijver. En die leerlingen denken allemaal, waarom zou ik naar het Vathorst College gaan? Ja, goede vraag. Want onze school onderscheidt zich echt op een heleboel vlakken van veel andere scholen. Eigenlijk is het, het meest duidelijk het plaatje wat je eigenlijk hier achter ons ziet. Als ik het even heel kort samenvat. Bij ons op school werken leerlingen niet in gewone klaslokalen, maar in open leerhuizen. Dus eigenlijk ongeveer zo groot als deze gymzaal. Dat betekent dat daar ook vaak genoeg 100 leerlingen tegelijk werken. En dat betekent dan ook met 5 verschillende docenten. En dat geeft leerlingen dan ook gewoon de kans om zelf te kiezen aan welke vakken en aan welke taken ze willen werken. Dus een stukje eigen verantwoordelijkheid en een stukje zelfstandigheid, dat is eigenlijk een van de grote pijlers van onze school. Daarnaast hebben leerlingen bij ons op school 4 kunstvakken in de eerste. Een beeldende vorming, muziek, dans en theater. Daarnaast werken leerlingen bij ons allemaal op een eigen laptop. Dus dat betekent ook dat alle opdrachten en alle bronnen digitaal worden aangeboden. En we werken thematisch. Dus dat betekent dat we altijd op zoek zijn naar de samenhang tussen de verschillende vakken. Zowel op inhoud als ook vaardigheden. Dus eigenlijk op 4 belangrijke vlakken onderscheiden wij ons denk ik van de meeste middelbare scholen. En dat betekent ook dat wij samen met een aantal andere scholen ook zitten in een netwerk. Pleion heet dat, het platform Eigentijds Onderwijs. Ja, en dan zijn we eigenlijk een van de scholen die door het ministerie ook benoemd zijn als voorloper met het onderwijs van de toekomst. Ik hoorde net al het woord zelfstandigheid. Doet dat niet echt een hele grote beroep op de zelfstandigheid van de leerling? Ja, dat doet het ook. Maar wij hebben denk ik wel een mooie mix gevonden tussen leerlingen meer aan de hand meenemen en sturen, maar wel de ruimte bieden waar dat kan. Zoals ik net ook zei, leerlingen hebben bij ons de keuze om zelf te kiezen waar ze aan willen werken. En sommige leerlingen kunnen het eigenlijk al vanaf dag 1. Anderen hebben gewoon veel meer gewoon de begeleiding nodig van de docent. En docenten zijn bij ons ook veel meer coaches dan de traditionele uitlegger. Leerlingen bij ons werken heel veel zelfstandig. Heel veel of individueel of in themagroepen. En de docent die gaat langs de verschillende leerlingen om ook gewoon te coachen. Zodat leerlingen ook altijd gewoon feedback krijgen op hun eigen werk. Aanwijzingen of door middel van vragen stellen ze verder geholpen worden. Maar het klopt inderdaad wel dat leerlingen bij ons, daar wordt een grote beroep gedaan op het eigen werk plannen en organiseren, meer dan op andere scholen. Dus dat klopt wat je zegt. Is er ook een selectie? Geen selectie, want bij ons zijn eigenlijk alle leerlingen welkom. Ja, mits uiteraard wel het juiste basisschooladvies hebben. Wij zijn een MAVO, HAVO, VWO school, dus het advies moet wel minimaal MAVO oftewel VMBO-T zijn. Wat wel zo is bij ons op school, is dat wij een maximum aantal leerlingen kunnen plaatsen. Wij kunnen maximaal 174 leerlingen plaatsen in het eerste leerjaar. Dus dat betekent als wij meer dan 174 leerlingen aangemeld krijgen, ja, dat hoeft spijtig ook, want dan zullen we leerlingen moeten teleurstellen, maar dan moeten we loten. Want we zijn onwijs trots op dat we zo veel belangstelling hebben de afgelopen jaren. Maar het betekent ook dat er gewoon, op een gegeven moment is het vol. En als je dan meer leerlingen gaat plaatsen, dan doe je eigenlijk alle leerlingen tekort. Zowel de leerlingen die komen, als de leerlingen die er al zitten. Sylvia van Halteren, lerares Duits Waldheim MAVO. Waldheim MAVO in Baarn. Komen daar nog veel bunschoten leerlingen? Wij hebben in onderbouw een percentage van zo'n beetje 10% en over de hele schoolgemeente zo'n 6-7%. En dat wordt steeds meer. We trekken steeds meer leerlingen aan. En dat heeft te maken met het feit dat we kleinschalig zijn. Een aantal talentklassen hebben waar ook goede TL'ers hun capaciteiten kwijt kunnen. Ja, en we zijn gewoon de leukste MAVO van de regio. Jocaste Veen, coördinator bij school Het Hoge Land. Ja, dan denken ze in Bunschoten toch vaak, dat is in Hoogland, hè? Ja, dat klopt. Maar het is in de buurt van Schothorst, ja. In de buurt van Schothorst, waar precies? Bij de Trompetstraat. En we hebben 2 locaties. Eentje zit op de Trompetstraat en eentje zit bij de Parahoenstraat. Oké, is dat ook goed te bereiken vanuit Bunschoten? Ja, van de leerlingen begreep dat het ongeveer 35 minuten fietsen is. Afhankelijk natuurlijk waar ze precies vandaan komen. Hoogland, waar onderscheiden jullie door? Voornamelijk met het technasium voor de leerlingen die komen op HAVO-VWO niveau. En technologisch design voor de MAVO-leerlingen. Wat houdt het technasium precies in? Het technasium is projectonderwijs waarbij leerlingen 4 keer per jaar van een week van ongeveer 10 een project
afronden in groepsverband. En waarbij ze moeten leren samenwerken, verslag leggen. Projectonderwijs is het dus. We gaan ook naar buiten toe. Dus mensen benaderen buiten bedrijven. Kun je een voorbeeld van geven? Op het moment zijn de brugklassers bezig met een nieuw verblijf voor de chimpansees van Dierenpark Amersfoort. Maar er zijn ook leerlingen die bezig zijn met in de vierde klas bijvoorbeeld met textielverwerking. Dus het inzamelen van afval. En er verdwijnt nog te veel textiel in de prullenbak. Dus hoe kun je dat beter aanpakken? Hoe kun je zorgen dat mensen daar bewuster van worden? En dat doen ze voor de gemeente Amersfoort. Komen er eigenlijk steeds meer mensen ook bij jullie op school uit Bunschoten vandaan? Ja, dat klopt. Ja. En dat heeft ermee te maken dat het technasium aan de bekendheid wint. Ja, omdat het, veel leerlingen trekt het aan omdat ze daarbij goed hun eigen projecten kunnen draaien. En ze kunnen er ook eindexamen in doen. Dus we hebben een aantal mooie voorbeelden daarvan. Ja. Veel succes. Lisette van den Berg, directeur Accent, zeg ik nu nog. Praktijkonderwijs werkt. Ja, absoluut. En dat werkt nog beter als je met een andere school samengaat. Want net zo'n goede school is als Accent Amersfoort. Ja. En welke school is dat? Trivium College. Ja. En dan samen worden jullie? Eén nieuwe school, Pro 33 College Amersfoort. Pro 33 College in Amersfoort. En waar zitten jullie in Amersfoort? Op de Wiekslag 50. Is dat een heel goed te bereiken uit Bunschoten? Dat is prima te bereiken vanuit Bunschoten, tuurlijk. En voor een goede school heb je nog heel veel over. Als je nou kijkt naar praktijkonderwijs. Hè? Kijk, op dit moment komen natuurlijk de economie trekt aan. Er komen heel veel mensen in de praktijk tekort. Is dat eigenlijk waar jullie ook op inspelen? Nou, we hebben leerlingen die sowieso heel goed in de praktijk leren. Die wat meer moeite hebben met theoretische vakken. Maar leerlingen die we ook opleiden naar werk. Of direct naar werk, of via het mbo. He, dat kan ook. Je kan ook opgeleid worden om door te stromen naar het mbo. Eigenlijk is er heel veel mogelijk. Want ons onderwijs volgt de leerling. Dus wij kijken echt waar sta je als leerling. Wat heb jij nodig? Waar liggen jouw kansen, jouw talenten? En daar sluiten we op aan. En inderdaad, dat sluit ook heel goed aan op de markt. En op de vragen die nu vanuit het bedrijfsleven gesteld worden. We hebben ook heel veel contacten met het bedrijfsleven. En ik zie ook dat onze leerlingen ontzettend veel stages volgen en dat op een hele goede manier doen. Doordat we daar heel veel ervaring hebben met elkaar in het begeleiden daarin. Ja. Ik ga naar Pro 33 College en kan ik dan kiezen hout, metaal of andere richtingen of krijg ik eerst een heleboel algemeen? Nee, er zijn verschillende uitstroomrichtingen en die zijn ook nog steeds in ontwikkeling. Als wij gewoon weer zien dat er op de markt een bepaalde vraag is of wat leerlingen heel erg leuk vinden, dan kijken we ook of we dat kunnen ontwikkelen. En dat gaat ook makkelijker als je met twee scholen één school wordt en wat groter bent. Een voorbeeld is bijvoorbeeld logistiek. Dus we gaan ook kijken of we daar in logistiek kunnen ontwikkelen. Daar is heel veel vraag naar. Maar dat hebben we ook nu gedaan samen met het mbo. We hebben bijvoorbeeld de automotive richting ontwikkeld. En daarmee zie je ook dat leerlingen bij het praktijkonderwijs beginnen, maar ook weer vakken op het mbo bijvoorbeeld volgen. En daardoor heel goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Heel veel contact met het bedrijfsleven. Stages? Ja, stages. En daar beginnen we al heel vroeg mee. Op een hele veilige manier eigenlijk in onze school. Dus we doen heel veel praktische leerervaringen op. Wij zijn ook een school die midden in de wijk staat. Dus we werken ook veel met de wijk samen. We kijken ook naar de maatschappelijke impact die we hebben als school. Eigenlijk willen we vanuit de school als kijker naar een inclusieve samenleving. Ja, en dat geeft hele mooie leerervaringen voor leerlingen. Daar beginnen we al met stages, eigenlijk al vanaf klas 1. En dat bouwen we op tot en met klas 5. Nou, ik zou zeggen in de praktijk heel veel succes. Ja, dankjewel. Jasmijn Koolewijn, docent Nederlands en ook mentor hier op het ons eigen, zullen we maar zeggen, Oostwende College. Ja, dat klopt. Dat klopt. Klopt. Vanavond zijn jullie ook tevens zo gastvrij om een heleboel andere scholen binnen te laten. Ja, nou dat is hartstikke mooi, want het is natuurlijk superleuk om hier allemaal standjes te hebben van de verschillende scholen. En dat de ouders en kinderen hier uit het dorp gewoon dichtbij kunnen kijken van wat is er allemaal te doen in de omgeving en wat zijn de opties en de mogelijkheden. Ja, maar goed, dan kunnen ze natuurlijk ook zeggen van ja, Oostwende, dat gaan we dan voorbij en dan gaan we ergens anders heen. Ja, dat zou kunnen. Als dat het beste is voor het kind, dan moeten ze dat ook doen. Maar het
kan ook heel goed, denk ik, dat het Oostwende College goed bij de zoon of dochter van de persoon past. En ja. Want? Want wij zijn een hele kleinschalige school. En dat is echt een groot pluspunt. Dus wij hebben 400 leerlingen hier op school en dat is gewoon heel klein. De lijntjes zijn heel kort. De zorgcoördinator die heeft de zorg over een bepaalde groep leerlingen die dat nodig heeft. Maar die kent al die zorgleerlingen. De lijntjes van mentoren naar zorgcoördinator zijn kort. Maar ook naar de directeur en naar de conciërge en nou ja, noem maar op. Dus als je hier op school bent, dan ken je heel veel mensen. Maar heel veel mensen kennen jou ook. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Want hier in het dorp kun je nu ook nog een aantal jaren doorgroeien. Hè? Ook VWO, hè? Ja, je kan hier op school ook VWO doen. Dat kan 3 jaar lang. En na die 3 jaar ben je vrij om weer opnieuw een school te kiezen die op dat moment bij jou past. Dus je bent 3 jaar ouder, 3 jaar wijzer. En je weet 3 jaar beter wat je wil. Wat je wil worden misschien zelfs al. En dan kan je heel gericht kiezen van nou, die school past daarbij met dat profiel. En naar de HAVO kan je hier helemaal afmaken. En ook VMBO basiskader en VMBO T kan hier ook afgemaakt worden. Ja. Noord-Zuidwest, Oost-West. Ja, sowieso. Dat klopt. Raymond Brink, afdelingsleider Corla College. Ja, Corla College is toch wel in trek op dit moment bij. Zeker ook bij bunschoten leerlingen. Ja, we zien de laatste jaren eigenlijk steeds meer leerlingen onze kant op komen. Om heel verschillende redenen. Sommigen vinden gewoon het onderwijs mooi. Anderen willen het dorp uit of vinden ons gebouw mooi. Maar we zien best wel een grote instroom van bunschotense leerlingen naar Nijkerk gaan. Want bij jullie kun je meerdere kanten op, hè? VMBO, zowel als HAVO enzovoort. Ja, we zijn een brede school. Dat vinden we ook belangrijk. Want dan kunnen we ook het onderwijs flexibel houden. Dan kunnen we leerlingen op de richting zetten waar ze enthousiast van worden. Dus wij bieden VMBO basis aan tot en met ateneum, VWO. En voor de kinderen die eigenlijk nog wel wat meer kunnen, hebben we daar ook nog een VWO plus van gemaakt. Dat noemen wij toptalent. Dan kunnen ze extra projecten doen, zodat we heel dicht het gymnasium benaderen. Heel sterk gegroeid de afgelopen tijd. Breekt de groei op of zeg je we kunnen het handelen? Nee, dat kunnen we wel handelen, de groei. Het is wel hard werken geweest. De truc is om een grote school toch klein te laten voelen. Dus wij werken heel erg in teams, zodat de docenten de leerlingen kennen. Wij vinden ook heel belangrijk dat we het kind kennen, zodat we de persoonsvorming kunnen doen. Dat is minstens zo belangrijk als dat je goed bent in wiskunde. En daarvoor heb je gewoon een docententeam nodig die heel goed de leerlingen kent. Dus we werken met vaste teams die een vaste plek in school hebben. Zodat het ook voor leerlingen heel herkenbaar is naar wie ze toe moeten, waar ze heen moeten. Zodat ze zich ook echt gezien voelen. Dat vinden we heel belangrijk. Is dat ook het punt waarop jullie je onderscheiden? Ik denk dat wij ons vooral onderscheiden op een heel mooi onderwijsconcept. Die we 10 jaar geleden nieuw gemaakt hebben. Waar heel Nederland van zei, dit gaat nooit werken. En waar we nu heel veel krediet voor krijgen. Heel veel bezoekers krijgen. Wij maken kinderen denk ik heel zelfstandig. We maken ze heel bewust van hunzelf. Van wie ze zijn. Hoe ze succesvol kunnen worden. En proberen dat te gebruiken om ze ook gewoon voor de schoolzaken succesvol te maken. En die brede blik maakt dat kinderen denk ik echt veel beter voorbereid zijn op de samenleving van nu en het vervolgonderwijs van nu. Ja, en een stuk zelfstandigheid? Ja, je moet bij ons, we oefenen zelfstandigheid. Je hoeft het niet te zijn, maar je moet het wel kunnen worden, zeg ik altijd. We vinden het belangrijk dat jij weet hoe je in elkaar zit. Wat zijn mijn sterke punten? Want daar ga je later succesvol op worden. En waar ben ik niet zo goed in? Dat proberen we te trainen, zodat je daar niet meer op verliest, zeg ik altijd. Zodat je dat zo ver onder controle hebt, dat je daar geen last van hebt. En ook je omgeving daar geen last van hebt. En zelfstandigheid is daar één van de onderdelen van. Maar is net zo belangrijk als onderzoeken, samenwerken, reflecteren. Dat soort vaardigheden staan bij ons in de onderbouw nummer 1. En kijken naar de bovenbouw, is die ook goed bezet? Ja, de bovenbouw is goed bezet. Het gaat goed met de eindexamenresultaten ook. Ik denk dat onze leerlingen die vaardigheden die ze in de onderbouw geleerd hebben heel goed inzetten in de bovenbouw om succesvol te worden. We zijn daar wel, ik noem het nog een beetje schoolse, want uiteindelijk draait het ook gewoon om een goed examen. Onze kinderen willen ook naar de geneeskundestudies. Daar heb je gewoon een heel goed examen voor nodig. Dus wij zijn in de bovenbouw ook echt daarop gericht om te zorgen dat je gewoon goed wordt in dat wat je wil doen.